Het werk van Suze is de verbeelding van gedachten, geuit in texturen, transparantie en kleur. De inspiratie is de Naga-slang. Het is een boeiend en mythisch verhaal. De slang wordt als drager van de wereld en helper van de mensen gezien. Heftig, aanwezig, maar niet bedreigend en met een zekere transparantie. Alles is maar relatief. Een rok gemaakt voor een overleden vrouw uit de Congo-regio, bedekt met pijlen, wegen, cirkels en vele andere details, inspireerde Inan tot het maken van Offering Gifts to the Dead. Ze maakte dit werk voor haar overleden dierbaren. Want hoewel het niet traditioneel is in onze cultuur, voelde het voor haar als een verademing om dit geschenk voor haar overleden dierbaren te creëren. Voor haar vader verbeeldde ze heiligdom, voor haar moeder de verbinding, voor haar broer die als kind verdronk, hoop en voor haar man moed. Voor alle die achterblijven, vertrouwen, dat we een manier vinden om verder te gaan. De collectie van Volkenkundige Musea en ook dat van Volkenkundig Museum Leiden zijn vaak gecategoriseerd op geografische ligging en etniciteit. Wat doet dat met de bezoeker? Ontstaan daardoor grenzen en muren in ons hoofd? Of beslechten we die juist? Wat doet het met het feit dat wij allemaal één zijn, namelijk mens? Wereldwijd worden de laatste 5 jaar meer grensmuren gebouwd dan ooit. De vormen, geborduurd op de ketting, zijn grensmuren zoals je die vanuit de ruimte zou kunnen zien. Inge heeft gekeken naar de verschillen tussen mensen, tussen volken, tussen mannen en vrouwen. De helft van de mensen is vrouw. De rechten van mannen en vrouwen zijn nogal ongelijk verdeeld op de wereld. Veel vrouwen hebben weinig of geen rechten en weinig of geen vrijheid. Inge heeft een beeld gemaakt van een vrouw, naakt en kwetsbaar, en ze is niet vrij. Ze heeft haar eigen touwtjes niet in handen. Ze wordt bespeeld als een marionet. Bij het zien van de grote totempaal die voor het museum Volkenkunde staat, wist Angeline direct dat zij een totempaal wilde maken. Een stam laat met een totempaal zien, dit zijn wij en dit is onze kracht. Uiteindelijk maakten ze er 2. Eén is het visitekaartje van het Dordtsebiesbos waar zij vlakbij woont. De andere gaat over de mens. Zittend op moeder aarde, de schildpad, kunnen we de keuze tussen geld en beter leven maar moeilijk maken. Volgen we de kudde of komen we tot inzicht en gebruiken we onze kracht en wijsheid om als een phoenix boven onszelf uit te stijgen? Thank you.
Het uitgangspunt voor het viltwerk van Lilian is de openingstekst van het Museum Volkenkunde over de verbondenheid als mens. Het middenstuk verbeeldt de Flower of Life, een eeuwenoud geometrisch patroon dat aan de basis ligt van alle leven. De communicatie die nodig is voor een ware verbinding en de samenhang tussen mensen heeft zij verbeeld met talking sticks, zoals die door indianenstammen in Noord-Amerika gebruikt worden. Degene die de stok vasthoudt, spreekt vanuit het hart en de anderen luisteren met respect. Op een oude Indonesische batik zag Tineke een insect met een bijzondere vorm. Was dit fantasie of evolutie? Dit raakte haar omdat er momenteel zorg is over het voortbestaan van insecten en daaraan gekoppeld zorg over onze biodiversiteit. Insecten zijn een wezenlijk onderdeel van de voedselkringloop. Je kunt je een wereld zonder bijen en vlinders toch niet voorstellen, net zo min dat je het niet kunt voorstellen dat onze kinderen nooit meer in een bloemenwei zouden lopen. Als mensen al kunnen overleven in zo'n wereld, wat voor leven zou dat dan zijn? Erna maakt hedendaagse sieraden. Zij heeft als inspiratiebron gekozen voor de bronzen beelden uit Nigeria. De halskragen vertaalt zij in stapelingen van koorden. Een extra uitdaging is haar materiaalkeuze: koperdraad en metaaldraad. Met de techniek kantklossen kloste zij hiermee lange stroken op een rolkussen. Heden en verleden, samengevoegd door een oud ambacht en materiaalkeuze in een hedendaags genderneutraal sieraad. Margriet koos als inspiratiebron een beeld uit Afrika. De kracht wordt ontleend aan de geest Ngizi, uit de onzichtbare wereld van de doden. De doden die er in huizen en dienen als bescherming. Met transformatie van monstertje Madelief beeldt zij de onzichtbare samenwerking uit tussen haar ziel, de onbevangen zelf en het ego, het gedachtenmonstertje Madelief. Haar ziel is gehuisvest in haar hart en heeft de touwtjes in handen om Madelief liefdevol te temmen. De rode draad in haar leven is het geworteld zijn in en het verlangen naar Zuid-Afrika, het land waarin zij geboren en getogen is. De schilderskwast met struisvogelveren houdt haar luchtig kunstzinnig, maar ook met de voeten aan de grond. Boemerangs zijn bekend uit Australië, maar komen over de hele wereld voor. Ze konden gebruikt worden als mes, hamer, knots, graafstok, om vuur te maken, voor de jacht en als strijdwapen. Ook werden ze gebruikt bij rituelen. Pieternel maakte een mobiel met als inspiratiebron een oude boemerang, die gesneden is in de vorm van een vogel en gemaakt door Aboriginals in Australië. Zo mooi dat hij wegvliegt en toch weer terugkomt. Aboriginals zien de mens als onderdeel van de natuur, terwijl in westerse culturen de natuur vaak dienstbaar aan de mens wordt gemaakt. Aboriginals zien het als hun taak om te zorgen voor de natuur, want die zorgt toch immers ook voor hen? Een mooie boodschap voor onze tijd.